En hallo iedereen, welkom terug bij Let's Play Pixelmon. Ik ben hier samen met... Jori! En ik ben de gastheer aan Jordi en wij gaan verder met vorige keer maar gebleven. En Vincent, wij waren vorige keer... Vincent, hoor mij Vincent, dan. Vincent, ja, dat kunt. Dus er staat... Oh nee, Passinadian. De baron. Oh, op naar de intro. Oh my god, ik heb steek gespand. Oh, yeah. Oh, het is fucking vervelend, ik moet heel eerlijk zijn mensen. Het is fucking vervelend om geen koeien te kunnen vinden en ze niet te kunnen afslachten en wat dan ook. Ik heb gewoon steek gespand. Hou op, fuck met al je fucking... Oh, je fucking meat. Ja, maar het is fucking vervelend, je kan niet eens koeien vinden. Dus ik ga nog even een Pokémonje vangen. We gaan een Pokémonje vangen, dan ga ik eventjes mijn Pokémon trainen, mijn Pidgey. Ik heb mijn Leafeon in de PC gedaan. Ik fuck die Leafeon, die hoef ik niet meer. Heeft je Leafeon in de PC gedaan? Ja, ik hoef het niet meer. Echt, ik ga gewoon mijn Pidgey laten trainen. Oh, ik zie een Tauros. Dat vond ik wilde die vroeger altijd zo erg. Ja, dat zei je vorige keer ook al. Ja, weet ik, zeg niet. Pak hem, Jordi, pak hem. Ja, hij is sowieso level 40 of zo. Die is wel te groot, man, dat beest. Ja, level 31. En hij valt, ja. Oh my god. Oh my fucking god. I'm gonna run for my life. Hij heeft wel coole staarten. Ja, hij is mooi geanimeerd. Ja, precies. Ja, ik vind sowieso... Wat is dit nou? Wat de fuck doet dat vol hier? Sowieso, dit is wel gewoon goed geanimeerd, deze mod. Ja, zie hier. Dino Spiro. Oh, Nidoran, die wil ik. Ik ga hem vangen. Nee, wat ik? Oh, wacht. Dat is een goede knopje. Ik dacht dat ik hem... Tackle! Per ongeluk gelijk een pokeball op zijn bek gegooid had. Nee, je gaat nu gelijk dood. Fuck, is niet goed. Quick attack? Nee, kut. Ik word sterk. Nee, quick attack. Ik ga hem zo doodmaken nu. One shot, ja, dacht ik al. Kut, sorry. Experience is ook altijd goed. Ik had gewoon pokeball moeten gooien. Ah, wat? Gyarados? Wat? Nee, een Gyarados? Nee, wat waar? Nee, die wil ik zien. Het is zo'n Dragonair. Die wil ik ook vangen, man. Dragonair? What the fuck, er ligt hier een Magikarp op bedrogen. Magikarp, go back inside, go into the water. Oh Magikarp. No, you're gonna die, quickly. Oh, hij ligt ook gewoon echt. Hij ligt ook gewoon echt. Save this Magikarp. I'm gonna save him. Save him. Yes, be free, my darling. Oh, ik dacht, ik ben nu aan vermoorden, zeg maar. Ah, ja. Oh, nee, klotje. Je hebt net een vis gered, nu vermoord ik hem. Nee. Wat we kunnen ook een Magikarp vangen, dan kunnen we een Gyarados krijgen. Maar die Dratini is level 31, man. Ja, man, die wil ik echt hebben. Dratini vond ik echt fucking... Ja, die kan even... Nee, ik zie Lady Gaga! What the fuck? Wat, Lady Gaga? Ja, Lady Gaga zit hier achter. Oh, moet je achterkomen. Ah, verdomme, ik ben met een Ekkers in gevecht. Wacht even. Ik kan Lady Gaga alleen niet vangen, want het is veel sterk. Oh, fucking vet. Oké, ik ga ook even runnen van die Ekkers. Ja, oh, wauw, ik zie ook echt een super diep gat. Wave. What does the fuck say? Rot op, Ekkens, ik hoef je niet. Zie je Lady Gaga al? Je bedoelt die Hypno? Nee. Radicate? Nee. Swinup? Nee. Piloswine? Nee. Ik sta echt naast haar nu momenteel, schat ze zo aanvallen. Maar ik zie jou niet. Waar ben je naartoe gelopen, zeg maar? Gewoon achter het water, zeg maar, gewoon doorlopen. Achter het water, door de sneeuw heen. Ja. Ja, ik zat even vast met die Magikarp. Oh, zie je, kom hierheen. Oké, waar is Lady Gaga? No! Oh, dat is een kadabra. Laat maar. Kadabra. Waar is die Lady Gaga dan? Hier is Lady Gaga. Oh, ze rent nu weg. Oh mijn god, zo Jordi. Ze rent gelijk weg. Oh, is het een Jinx? Ja, het is Jinx. Is het Lady Gaga? Het is Lady Gaga! Oh my god, look at it. She has the perfect mouth for the cocks. Ah, wat? Het is echt zo'n pijpman dit. Nee, kut. Ik gooi er weer mijn Pokémon weg. Ja. Vink hem op. Ik zag hem. Oeh, dit is wel fucking awesome deze berg, Jordi. Ja. Pidgey, go! Ik ga op je rug. Oh, kan laat je het verkennen. Ik kan niet op Pidgey's rug, Jordi. Ik vind dit fucking... Je hebt nog geen fly. Er zijn ook gyms in dit spel, hè? Moet ik ook een keer gaan zoeken. Wat? Gyms. Nee, die zitten niet in het spel. Alleen de badges zitten in het spel, nee, van Ray. Oh, wow. Abracadabra. Ja, Cadabra. Hier zo. Ik zie hem ook. En Abracadabra. Hij is level 16. Groot. Oh my god, I'm gonna fuck! Gewoon een Pokéball. Dat was heel slecht. Nu heb ik geen Pokéball meer en dan komt er sowieso uit. Ja, dacht ik al. Oké, bitch, I'm gonna fight you. Come, fight me, bitch. Razor Leaf. Geef hem de liefst. Je gaat sowieso Geef dood. Hem die blaadjes, jongen. Jij gaat sowieso dood. Nee, hij dropt allemaal Ender Eyes. Ender Eyes? Ja. Ik moet iets... Ik moet hem verslagen? Ofzo. Ik snap het niet. Ja, in one shot, man. Wat was die dan? Level? Level 16. En jij was level? Nee. Oké, dan niet, hè. Level 16 ook. Oh, oké. Oh, oké. Ik dacht dat... Ja, oké. Ja. Ik ben natuurlijk wat lager level, dus... Oh, kom hier, Ratata. Ik moet een aanval verplaatsen. Oké, ik heb nu... Oh, wat heb je geleerd? Grass Whistle. Dan laat je iemand slapen. Oh, echt waar? Dat is welke Pokémon? Voor Leafeon. Wie? Leafeon. Leafeon, ik wist niet eens dat hij dat leerde. Dat is wel een goede aanval. Ik ga nu met mijn Vulpix een beetje trainen.
Maar je hebt die ijs opgepakt, toch? Nee, ik zag ja, ik heb die ijs opgepakt. Ik heb ze gestolen. Ja. Is goed. I stole them. Oh, you stole my ice. Yes. Why you must steal my ice? I stole your fucking ice. Zit jij in die grot? Nee, ik ben nog 6 boven, zeg maar, aan het rondlopen. Ik hoor dat je onder gravel fossielen kan vinden. Ja, klopt. Ik kan fossielen vinden. Die kan je weer tot leven wekken, maar dat moet je dan craften en wat dan ook. Dus dat moeten we ooit nog eens een keertje later gaan doen. Dat is wel epic hoor, dat zijn echt epieke Pokémon. Mm-hmm. Maar ik ga sowieso een Dratini vangen en dan ga ik hem helemaal laten ja, even voor een Dragon Knight. Ja, dat wil ik ook. Dat wil ik ook, Judy. Hey, ik was zo geil van die draakpokémon. Ja, ik ook. Maar nu komt in de nieuwe Pokémon, de aller nieuwste, komt dus ook een Fairy type. Ja, Fairy, oh ja, dat heb ik wel gezien, ja, inderdaad. Maar ik, ja, weet je. Ja. Kijk, het is leuk als je er, zeg maar, in opgroeit als kind zijn, weet je wel. Maar daarna, ja, dan denk ze van, oké, prima. Nu heb je best tijd gehad. Ja, net precies. Met Yu-Gi-Oh! En dat soort dingen. Ik, Yu-Gi-Oh! Ook, is ook niks meer, klopt. Je hebt nu op tv ook Imazuya 11 of zo, met zo'n voetbalprogramma, weet je wel. En ik van, ja. Right. Ik snap wel dat het nu leuk is voor die kinderen, maar ik, ja. Ja, maar zij zullen nooit die nostalgie kennen die wij kennen. God, jawel, ja. Pitsjes vallen en sleep. Wat? Je valt een beetje weg, dus. Maar bij andere programma's. Je valt een beetje weg, ja. Ja, dat is normaal bij Judy, hoor. Heeft hij af en toe wel. Zit hij in zijn schizofrene fase. Valt hij af en toe even weg, weet je. Ik weet ook niet hoe dat kan. Dat is typisch mooi man, weet je. Dat is mooi man. Ja, hoor je dat? Dat is dan weer het geluidje dan, zeg maar, dat hij dan maakt. Dat maakt hij helemaal met zijn handen dit. Zijn eigen geluidje, dat heeft Skype gewoon gestolen. Het is eigenlijk ingesproken door Judy dit. Maar dan is hij er, zeg maar, hij is wel in de server. Hoi. Maar dan maakt hij dit geluidje, zeg maar, omdat hij zich eenzaam voelt. Dat is gewoon eigenlijk wat Judy dan doet, weet je. Dat is hoe Judy... Ja, dat is hoe die is, hè. Dat is hoe die is. Het mooie is, zijn facecam staat hier wel, dus... Ik weet niet hoe ik dat ga monteren op dit moment. Het kan nu ook zijn dat hij allemaal aan het praten is, zo van... Huh? What the fuck? En dat je hem dan, zeg maar, niet meer hoort. Dat zou in principe ook nog wel kunnen. Ik ga hem opnieuw bellen, kijken of hij weer reageert. Kijk, professionele mensen zitten op Teamspeak. Wij? Nee. Skype. Skype it is, yes. Hello. Daar ben je weer. Het punt is, je was wel aan de server, dus ik vond het een beetje apart. Ik had gewoon dikke lijn. Ik kon ook niets oppakken en zo shit. Maar goed, misschien dat je het geluid van mijn camera kan gebruiken als je niet als je niks op gaat. Ja, ik vroeg me af, hoe ga ik dat monteren? Het zou ook wel leuk zijn om je camera dan helemaal doof te maken, zodat je, zeg maar, dat je zo in je eentje loopt te praten en dat niemand het hoort, zeg maar. Dat is ook wel leuk. Maar ik lek wel ook een beetje. Ups. Ik lek ook een beetje, dus het zou ook heel goed aan mij kunnen liggen op dit moment. Ik denk eigenlijk dat het aan mij ligt. Ja, ik denk dat dit aan mij ligt. Niet aan jou, Judy. Nu ligt het aan jou, ja. Ja, maar je gaat weer dood. Wat? Mijn pitchie die lekt de hele tijd met het eruit sturen en wat dan ook. Dus volgens mij, ja, hier, ik lek. Oh my god, zo kan dat. Oh my fucking god. Oh, nu niet meer. Nee, ik lek niet meer. Judy, het is jouw. Oké, nee, ik lek nog. Oké, ik weet het. Ben je er nog? 5 uur later. Mijn connectie is nu wel weer stable. Ja, dat is weer... Dit eruit knipt, of dat je... Als het eruit knipt, dan weet niemand er ooit vanaf dat je problemen had, zeg maar. It must be a secret. It must be our little secret. It is a secret to everyone. Ken je die reference? Nee. Dat is een reference naar Zelda. It is a secret to everyone. Nee, maar ik heb nooit Zelda gespeeld voor. Kap, slecht, man. Slecht, dit vind ik echt slecht. Ik loop nu bij water. Misschien dat is niet mooi, man. Oké, ik loop ook bij water, toevallig. Maar dat is wel wat meer water dan één stukje water in dit spel. Ja, ik loop bij fucking water. Oh mijn god, een schaap. Lekker schaap. Mary. Hey, Polyrules. Volgens mij loop ik op dezelfde plek. Hey, ik zie ook de schaap. Volgens mij zitten wij op dezelfde plek, of niet? Ik zie een Jinx. Ik zie een Magnemite. Ik zie een Kadabra. Nee, we zitten niet op dezelfde plek. Nee, lekker niet. Oh, ik zie ons huisje, ik zie het dorpje. Oh, dan zitten we wel op dezelfde. Ik loop nu op het ijs. Het grote ijs. Nee, ik zie alsnog niet, maar ik zie wel gewoon echt die twee Pokémon die je bedoelde, dus ik denk misschien... Ja, misschien als je achter me loopt. Nee, ik denk dat we toch op andere plekken zitten, maar... Maar goed, ik loop nu naar het dorpje toe. Misschien is het wel een ander dorpje, ik weet niet eens. dat zou heel goed kunnen. Oh nee, ik loop achter, zeg maar, ik loop nu achter het dorpje, dus ik loop nu... Oké, ik ben nu bij de jungle, ik loop nu een Drowsy tegemoet van level 18 die met me wil vechten, dat wil ik niet. Ga weg. Oh, ik wil met je vechten. Nee, ik wil niet met je vechten. Ik wil echt zo'n fucking grote Pokémon vangen en dan gewoon ermee gaan vechten, weet je wel. Dan ben ik echt door. Zo, dat lijkt me fucking awesome. Een Charizard of zo. Wel, ik had eigenlijk gewoon een Charizard. Oh, ik wil een Charizard. Ik ga alleen maar draak-Pokémon uiteindelijk. Oh, wat, ik werd aangevallen. De Dragon-type-Pokémon. Door een Nidorono van level 20. I can have this shit. Yes. Hey, Flaffy. Ik grass whisper hem eerst naar slaap. Ik ga hem in slaap laten grass whisperen, jongens. Ah, verdomme, ik ga dood.
Ik heb nog maar 5 hitpoints over. Ik las ook dat, dat je search hebt voor deze dingen. Ja. Klopt. Dat is ook wel tof. Domme, tackle. Ik ga dood nu, denk ik. Ik denk dat ik ook zo dood ga. Maar ik heb hem laten slapen, dat is wel chill. Dan slaapt hij echt 3 beurt of zo. Ah, ja, fuck. Ik ben paralyzed, maar aan de een of andere manier is paralyzed, zeg maar, een hoger percentage... Verdomme, ik ben vermoord. Zeg maar, als je een normale Pokémon paralyzed bent, dan zal het echt maar 1 op 10 aanvallen zijn dat je paralyzed bent. Maar hier zo is het echt 9 van de 10 aanvallen. Ja. Als je Livion die slaapaanval leert, dan kan je eigenlijk in principe... Oh, kut, ik wil niet weer vechten. Dan kan je in principe gewoon elke keer 3 beurten uitstellen voordat je weer een hit krijgt. Dat is fucking chill. Ja, zo ongeveer. Dus een random kans dat... Oh, god. Ja, maar in ieder geval, dan kan je echt... Je kan echt gewoon een paar keer goed aanvallen. Dat je gewoon wel damage op kan doen. Heb je gewoon meer kans op te winnen en zo. Ah, nice. Ik was even de weg kwijt. Ik heb weer gevonden. Ik ga even wat nieuwe apricorn... Ja, even wat apricorns plukken. Dat denk ik dat we dan maar even moeten doen, ja. Welke is grijs? Ik zie geen grijze. Je moet zwart hebben. Zwart is helemaal links. Zwart is helemaal links. Er staat geen bordje voor. Maar er staat zo'n ding voor. Zwart staat geen bordje voor. Nee, oké. Okay, maar ik ga gewoon even... Ik plaats hem even aan de zijkant. Nee, doe niet. Doe niet. Het is een geperfectioneerd systeem, dit. Hij back. Jawel, dit is geperfectioneerd... Oh, dat staat hier. Haal weg. Hij back. Nee, ik heb een homokleur. Waarom kan ik deze niet weghalen? Jij noemt het homokleur. Ik ben natuurlijk gewoon fucking pro-homo's. Oh, wow. Ze zijn allemaal gegroeid. Jezus. Holy fuck. Ik zie dat nu pas. Oké, okay, you go take them out. I go jump on it. Here we go. Ik spring er gewoon overheen. Ik doe alleen maar rechts. Ik doe alleen maar rechter mijn knop. Dan zie ik wel hoeveel ik er pak. Oké. Okay. Oh, wat fuck. Ik word aangevallen. Oh, ik heb geen eten. Nee, volgens mij heb je geen... Ja, ik heb je genoeg eten gegeven. Zo niet, dan span ik er nog wel wat in. Kleine lekje. Ja. Ik heb best allemaal aan het dingen hoor. Dat kan wel helemaal goed dit. Ja, partij. Zoals we hebben allemaal fucking Pokeballs. Kunnen we wel elke Pokémon vangen die we hebben. De witte, de zwarte, de rode en de blauwe. En de gele zijn belangrijk. We kunnen ze niet planten, dat is wel vervelend. Wat, we kunnen ze... Ah, daar ga je. Ik ben even gegooid. Hoezo kunnen we ze niet planten? Nou goed, je gaat ze gebruiken voor Pokéballs, weet je. Oh ja, klopt. Nou, we kunnen dit ook allemaal planten. En dan kunnen we het later straks weer... Zeg maar dat we het dus later pas... Ja, je moet gewoon kiezen hoeveel je ervan wil hebben natuurlijk. Ja joh, laten we dit gewoon nu gebruiken om Pokéballs te maken. We doen later nog wel eens even een grote farm maken of zo, een automatisch als dat kan. Oh, daar heb ik geen stand van. Nee, ik ook niet, maar dat misschien zal het wel mogelijk zijn. Ah, daar ga je weer. Volgens mij was dat de laatste keer. Ja, dus... Ja, dat was de laatste. Mooi! Ja. Wow, ik heb fucking veel dingen, man. Oké, okay, laten we eerst de rode doen. Dat is het belangrijkste, denk ik. Ja. Ja, ik weet niet. Die andere ballen zijn ook wel goed, toch? Blauw is de ultrabal, toch? Blauw en rood is ultrabal. En rood. Geel heb je voor nee, dat is een normale Pokémon. Blauw en rood is de Great Ball. Mm-hmm. En geel en wit is de Ultra Ball. Ok. Dus laten we wit in de furnace gooien op thee. Maar we hebben ook nog iron nodig voor die onderste 3. En we hebben geen iron meer, dus we zouden sowieso geen Pokéballs meer kunnen. We hebben nog 1 iron. Ja, we hebben er 3 voor nodig voor. We hebben ook nog aluminium, hè? Ja, kunnen we niet gebruiken daarvoor, helaas. Ja, we kunnen even gaan maken. Dat is een beetje stom. Hoeveel tijd we nog hebben? Hoeveel tijd hebben we nog? We hebben nog 5 minuten, zo ongeveer voor de episode. Mm. Ja. Ja, het zou een beetje stom zijn als we nu gaan minen. Het zou een beetje jammer zijn. Ja, het zou een beetje stom zijn om nu te gaan minen. Dus ik zeg gewoon, we gaan nog even wat Pokémon's trainen. En wat ik dan zeg, is dan kies jij 1 Pokémon en dan kies ik 1 Pokémon en die laten we dan tegen elkaar vechten. Oké. Op het einde, zeg maar. Dus binnen 5 minuten, we gaan nog even 5 minuten trainen. En dan gaan we, zeg maar, 1 tegen 1 Pokémon. Ik word, zeg maar, ik zie zo'n evaluatie van Ekans. Of misschien is het wel een Ekans. Amok. Ka. Ik weet nog wel, dat zei hij altijd. Dat was wel fucking awesome, Arbok. Dus, 5 minuutjes dan. En dan gaan... Oh, ik zit al direct in een gevecht met een Nidorino. Jemig. Ik zit in een Miltank gevecht, maar mijn whistle die miste. Oh my god. Oh jee, er wordt aangebeld. Er wordt aangebeld hier, zo. Niks aan de hand. Ga jij maar even. Niks aan de hand, er wordt aangebeld. What fuck, die fucking Miltank die hield zichzelf. Mijn hond gaat gewoon tekeer. Heb je een hond? Ik heb een hond. Ik heb een puppy. Die wil af en toe nog wat tekeer gaan als er wordt gebeld. Die Miltank hield zichzelf alleen maar. Ja, dat kan. Dat heb je ook in de derde gym van Pokémon Silver. Dat is eigenlijk echt de moeilijkste gym van allemaal. Omdat die Pokémon kan zichzelf healen en daardoor hebben wij mensen problemen. Dit gaat me echt allemaal Pokémon's doen. What the fuck? Hij drinkt zijn eigen melk! What is this? Incest! It must be incest. Ja, ik probeer een Nidoran te challengen, alleen ik gooi elke keer die Pidgey ding mis. Gast, elke keer als ik aanval, doet die fucking flikker zijn heal. Ik wil ook een fucking Miltank. Mooi, ik ga gewoon runnen, flikker op. Later! Oké. Okay. Oh, jam, dat is een Arbok, ja. Tja! Arbok! Ik ga hem gewoon vechten.
Doe het niet, Yuri. Nee. Geef jezelf niet op voor de hij is gepoisoned. Oh my god, he's dead. Ah, Philpix, go, Philpix. Use your ember. Pokemon! Oh, fuck, ik ga dood. Kut, ik ga rennen. Ik ben op zoek naar goede Pokémon's. Ik kan niet escapen. Nee! Magnemite, you suck. Ik ga runnen, ik ga nog een keer runnen. Godverdomme. Je moet gewoon een paar keer runnen achter elkaar, dan lukt het meestal wel. Als je drie keer runt, dan... Allemaal van die agressieve Pokémon's, man. Godsamme. Even kijken, wat is dit? Een Pidgeotto. Oké. Nee. Damn, die dingen zijn nu alweer een paar cent vergroeid. Gaat snel, man. Een Mareep, ja, die is super effective. Ik zoek allemaal goede Pokémon's die ik kan bevechten, zeg maar. Ja, nou, ik ben nu alweer aan het healen. Niet echt iets vinden. Vier fucking Rhyhorns die met elkaar aan het vechten zijn. Vier fucking Rhyhorns. Oh, fuck off. Oh, een Rattatafel level 2 wil met me vechten. Ondertussen krijgt iedereen een soort van trauma van mijn facecam. Hoezo? Nee, niks. Niet van zeggen. Wow, het is een hey, ik zie een dodo. Doduo. Goeie naam, Is dat zelf verzonnen? Ja, Philpix, go. Philpix. Oh, nu is het wel een mooi perspectief. Net was het echt lelijk, maar nu is het wel mooi. Wat, die camera? Loop je nu de hele tijd een beetje over je camera? Want ik ben echt een hele cameraman. Nee. Gewoon zeg maar het gevecht. Oh, wow, ik ga nu dood. Die Philpix smokt een hart af. Run. Ik wil niet met een Miltank vechten. Run. Godsamme. Oké, je hoort nog 2 minuutjes. Weet. Nee, jongen, wat wil je? 2 minuutjes. Niki is vis of zo. Ik denk is vissen. Willen. Yeah, je denkt dat het is vissen, hè? Ja, ik zie het. Kom op, vind een fucking Pokémon. In Voltorb. Level 12. Die maakt me in 1 keer dood, denk ik. Supersonic, is dat een aanval? Supersonic, ja, Supersonics. Dat is een aanval. Kut, mijn Magnemite gaat nu ook dood. Ik kan echt geen Pokémon vinden waar ik goed tegen ben. Nee, ik ook niet. Dat is het kutte. Dat is echt zeer kut, dit. Drowsy van level 17 of een Magneton van level 33, dan denk ik het niet. Ja, gewoon een beetje rond aan het lopen voor goede Pokémon's. Dit is wel kut, zeg maar, dat we hier zitten. Een Doduo. Eens even kijken. Die is level 21. Denk het niet. Nee, die heb ik ook geprobeerd aan te doen, maar die is fucking sterk. Ik zit nu met mijn gras-Pokémon tegen een fucking vier Pokémon spelen. Ah, verdomme, een Arbok van level 24 valt me aan. Alsjeblieft niet. Pidgey couldn't escape. Ja. Ja, dat ik ook. Ik doe gras-aanval op een vuur. Oh, wow. Damn, nigga. En in 1 keer dood. Godverdomme, kut Arbok. Rot op, hot man. Yes, I did it. Oh man. I succeeded. Oké, okay, we gaan zo dus met een Pokémon vechten van ons. Ja, één Pokémon. We gaan niet vertellen welke het is, oké dan? Nee, we gaan niet vertellen welke het is, precies. Het moet een verrassing blijven. Moet een verrassing blijven, klopt. Kom ik opeens aan met een Dragonite, weet je. Level 36. Zo'n fucking uber Pokémon. Hey Yuri, jij ook hier. Hallo. Just need to heal allemaal. Ja, ik ook. Fuck sake. Je moet er straks wel één. Je moet er namelijk straks wel even 2 weg doen. Ja, je hebt er... Nee, je kan gewoon 1 selecteren, toch? Oh nee, wacht. Nee, je moet even 2 in die PC doen en dan... Maar waarom heb jij dan maar 1 Pokémon? Ik heb er eentje in de PC gedaan. Oké, dan ga ik die andere ook in de PC doen. Dan ga ik alleen met spelen met degene die ik wil levelen. Ja. Dat heb ik namelijk ook gedaan. Ik vind het een beetje stom... zeg maar meerdere Pokémon's bij me te hebben als ik die niet eens wil, zeg maar. Vond het al zeer stom dat ik gewoon fucking Leafeon kreeg uit het niets. Ik vind het wel mooi geskipt. Ja, er zit volgens mij zeer veel tijd in deze mod. Wauw, is dat fuck van die Doduo's, man. Ze zijn superveel. Oh, ik zie een kat. Miauw, ja, die zag ik net ook. Die waren de evolutie van Miauw. Oh, oké. Person. Goldeen, ik ga jou aan. Hey, dit gebouw heb ik nog nooit gezien. Zit hier een gebouw in de bosjes ergens? Maar. Ik ga het even bekijken. Links van het dorpje. Links van het dorpje. Ja, dat heb ik niet gezien. Ik kom zo wel even kijken. Wees lief. Je gaat naar de tering. Maar ik denk dat we even moeten gaan spelen. Ja, we hebben een paar seconden. Laten we nog een minuutje doen. Nog 1 minuutje. Ja, ik maak deze Ekkens even af en dan kijk ik even bij het gebouwtje. Oké. Oké, ik wil nog even 1 Pokémon verslaan en dan wil ik het daarbij laten. Wat is dit precies? Het is een gebouw, oké, duidelijk. 1 Pokémon. Huisje, denk ik. Het is een huisje, denk ik. Oh, fijn, ik zit momenteel in het water. Alsjeblieft. Oh nee, het is een kleine Pokémon Center. Ik heb een kleine Pokémon Center gevonden. Hey, ik vind het een beetje stom, maar ik zit momenteel zeg maar in het water terwijl ik met een Pokémon aan het vechten ben. Dus ik ga momenteel zelf dood terwijl ik aan het vechten ben. You're screwed, bro. Oh nee, ik ging niet dood om een of andere reden. Oké. Fuck, ik zit bij een Pokémon Center, maar ik kan er niet binnen.
Dan moet je even de ingang vinden. Dat lijkt me verstandig. Nee, het is, zeg maar, ingang zit maar achter zit dirt voor. Oké, nou haal je dat toch gewoon weg. Wat is de moeite daarmee, Woody? Ik zie geen moeite daarvoor. Nou, ik heb geen stof vol. Oh. Ik kan ook gewoon met je handen doen, hoor. Ik wil niet veel zeggen. Nee. Oh. Dat weet ik niet. Wat doe je nou zo? Waarom moet je doen? Wat is jouw probleem? Waarom moet je doen? Wat is jouw probleem? Oké, bijna. Oké, ik zit dus in een ander Pokémon Center. Fuck it, chill. Oké, okay, maar twee dingen. Ja, laten we naar dat hoofd Pokémon Center nu gaan en dan gaan we daar elkaar bevechten. We gaan elkaar bespringen. Besproeien, bevechten. Ik weet het niet. Oh my god, this is awkward. Is this being recorded? Yes, it is. Oké. Hoppatee, ik heb nu die... Ik zie nu die Persian die je net zag. Ja, ik kom nu eraan rennen. Denk ik. Moet niet opeens aangevallen worden, weet je wel. We gaan eerst naar die Pokémon Center toe. Dan gaan we eerst ons Pokémon healen. En dan moet jij even al je Pokémon in je PC doen. Heb je al gedaan? Oké. Let's do this then. Ik heb al mijn nieuwe aanwinst gepakt. We are gonna do this, yes. Even healen. 3 hit points die erbij moeten. Oké, let's do this. Yes, my name is Batman. Oh jee. Ik ben hier te dicht voor hem. Ja, hallo. Oké. Hallo, ja, hier ook. Ik ben ook mezelf even aan het healen. Ding, okay. ding. Oké, okay, I'm ready for this. Let's go outside. Let's take this outside, this battle. Nee, laten we dit in het Pokémon Center houden. Gewoon in het Pokémon Center. Oké, jij gaat daar staan? Oké, ik ging staan. Oké, fijn. Oh, hier, wacht, ik monteer hier gewoon echt Pokémon muziek onder, hè. Oké, is goed. Ga ik doen. Oké. 2, 1, battle. Yes. Dit was echt fucking stom, Judy. Dude, ik heb toch. Zou dat niet zeggen wie we zouden pakken? Nee, maar ik vind het wel stom. Ja, dat is gewoon. Dat is, jij hebt gelukkig. Ja. Ik kan mezelf ook in slapen, maar dat mist nu momenteel. Kut! Let op, ik maak je nu in één aanval. Ik moet het nu doen. Nee, ik heb Quick Attack gedaan, die gaat altijd eerst. Oh, kut, nee, heb ik niet vermoord. It mist. Oh, kut. Kom op, maak hem dood. Nee! Ja! Oh, nee! No! We must resist this attack. Quick attack! No! Yeah! Yes! Oh, fuck. Level 17. Ja, die pokeballen blijven er gewoon op liggen, lol. Awesome. Level 18. Yeah. Ja, ik had beter mijn vuurpokémon kunnen pakken. Je vuurpokémon? Dat is ook sowieso stom. Nee, je zet ook echt een gras-type Pokémon in tegen een vliegtuig. Ja, maar we hadden toch afgesproken dat we niet zouden vertellen wie tegen wie zou zijn. Nee, dat had ik ook niet verteld, maar je weet dat ik maar één Pokémon. Maar als jij dat ding dan gooit, dan moet ik gewoon dat andere ding bijgooien. Dat is dan jammer voor mij. Dat is gewoon een kut. Oh ja. Anders had ik had wel ander kunnen pakken, maar goed. Hey, er komt je opeens gras groeien omdat hier een boomstam staat. Lol. Oh, awesome. Oké, nou, ik denk dat we de aflevering moeten afsluiten. Ja. Pidgey. Oh my god, is het Pidgey? Ja, Pidgeotto bedoel ik. Oh, is van jou. Oh, hij is van mij, ja. Pidgeotto. Ah, fuck vet. Nou jongens, bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Pixelmon. Aflevering 4, toch? Ja. Wanneer komt er 3 keer bij? Ik denk volgende keer of zo, of niet? Wat? Die komt er binnenkort ook bij. Ja, die was nog steeds XXL gameplay aan het opnemen. Die is nog lang mee bezig. Ik kom binnenkort. Don't. Nou, vond je dit nou een leuke video? Laat dan een groen duimpje achter en abonneer op Banjotown. En volgende keer gaan we verder met Pixelmon, toch Jordi? Maar wat ben je nou aan het doen? Waarom twerk je? Jordi, waarom twerk je? Ik ben mijn Pidgeotto aan het nemen. Twak. Oh, ik kreeg een plaktoetsmelding. In ieder geval tot de volgende video. Later. Bye.